hebben allemaal een ei gepakt. Degene met het rauwe ei wint deze ronde, maar die is wel nasty. Oké. Gewoon even goed klappen, hè? Ja. Zijn jullie klaar voor? Ja. Quinten ook. 3, 2, 1. Oh, yes! 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 Huh? Huh? Welkom bij Money Matties, de show waarin er wordt gestreden onderling voor het prachtige bedrag van 50.000 monies. 50.000? 5.000. 5.000 monies, vandaag 5.000 monies voor de allergrootste geluksvogel van ons. Let's go! Doe hem erin. Ah! Ja, ik kan het toch niet winnen? Oh, dit! Blijf van mijn lul af. Deze aflevering gaat niet om tactiek, je kan niet schemen. Het is gewoon fucking geluk. Je kan niet schemen. Scheming Quinten. Ronde 1. Steventje Schaar. Oh, Steventje Schaar. Hoezo zeg jij? Zo weet je het. Moest, de productie moest het zeggen. Je moest even acteren alsof je niet wist wat het was. Wat gaan we doen? Steenpieschaar! Ik ben tamtoe slecht in steenpieschaar. Ik verlies altijd. Wanneer hebben wij steenpieschaar gedaan? 2 jaar geleden of zo. En toen kende Hoezo onthouden jij dit? Jij was het! Schaar. Het was Paul! Het was niet Jart! Quinten, hou je muil, gast. Are you ready? Steenpieschaar. Oké. Are you ready? Steenpieschaar. Zie je? Steenpieschaar. Mi bang bang! De winnaar van dit potje Steenpieper Schaar heeft 1 punt. We doen 10 rondes gedurende de hele aflevering. Are you ready? Go. Ronde 2. Jongens, Martine heeft een jokertje hierin verwekt. Verwerkt. Verwerkt. We leggen het hier neer. We pakken om de beurt 1. We doen nog even die gimma. Wie mag beginnen? Zal ik een shout-out doen naar die app? Koop hem allemaal. Ik heb hem zelf gemaakt namelijk. Schwazi. C-H-W-A-Z-I. Weet jij wat Mipangpang betekent? Nee. Is het slim om het in iedere video te zeggen? Ik mag beginnen. Ja, dit is hem sowieso niet. Dit is een volledig nieuw kaartspel. Lol. Joker. Please be a joker, please be a joker, please be a joker. Okay. Als Quinten nu weer, dan word ik echt gek. Joker. Ik denk dat het een schoppen 5 is. Oh! Oh! Wat? Jan steeds! Hoe zou ik nou nog nooit... Jij hebt net gewonnen van mij. Wat zeg jij? Wij hebben nog nooit iets gewonnen. Jart heeft de joker. Tijd voor ronde 3. Volgende. Ronde 3. Wij kiezen allemaal een nummer. Ja. En degene die er het dichtst bij zit, die wint de ronde. 0 tot 1000. Nee, we hebben het naar Martine. Done. Done. Yo, sick. Okay. Oh, we weten niet van elkaar. Ik klik gewoon erop en dan zien we wel. Let's go, babies! Oh, ja, het zit fucking dichtbij, gast! Hey! 15e vanaf, yes. Gast. Oh, shit. Kop of munt. Oh. Gewoon eigenlijk degene die het vaak wint. Quinten. Kop. Kop. Oh, thank lord. Munt. Wordt dit professional? Oh. God. Koud. Munt. Oh. Hè? Munt. Pol, man, kom maar op. Dat is een lamp. Dat is toch vertering slecht? Nee, nee, het is gewoon prima. Ja. Kop, heb ik gewonnen? Nee, ik ook. Ik dacht dat jij oud was. Nee. Oké, okay, dan moet jij nu voor mij. Jongen, ja. jongen. Heb ik het nou goed of niet? Nee, jij had fout. Ja, dat was. Tuurlijk had ik het fout. Kop. Dat is een goeie. Kop. Munt? Ja, zo, nu zeg ik munt. Oké, okay. Als Jart het goed heeft, heeft hij deze ronde gewonnen. Als hij fout heeft, mogen jullie allebei nog een keer. Wat zei je? Ik zei munt. Lekker man. Even tussendoor. We strijden vandaag voor 50.000 monies. Oh nee joh. Dat het even duidelijk is. En ook even tussendoor. Abonneren. Zou ik waarderen. Ronde 5. Egg roulette. We hebben hier 4 eieren. Waarvan er 3 gekookt zijn en 1 niet. Oh. Degene die het rauwe ei heeft. Die wint. Die wint. Maar die is wel fucking nasty. Hier, dus dit is voor de camera en dan is het gewoon pak klaar. Maar hoe doen we dit dan? Degene die wint mag als eerste 1 pakken.
Oh, echt top om met allemaal creatieve mensen te doen. Die gaan allemaal andere dingen verzinnen. Nee, Kel. Je eigen spelregels zijn gewoon fucking onduidelijk. Kom maar. Oh, het is echt lang nu. Hey, ik mag als eerst. Nou, ik ga voor dit ei. Nou, hier, wij nog een keer. Nou, op volgorde dus. Nou, jij mag die. 3, 2, 1. Oh, yes! 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 Huh? Nou, dan moeten we nog een ei. What the fuck? Productie! Nee, ik heb je echt serieus. Hij is geonkookt in de doos. Productioneel foutje kan gebeuren. Jullie hebben allebei een rauw ei, dus jullie doen allebei je vinger hierop. En degene die dan wint, die wint. Motherfucker, please! Yes! Eindelijk, een puntje! Yes! All for nothing. Niks. All for nothing. En we gaan door met ronde 6. We zeggen allemaal een naam van 5 letters. Dan bellen we een klantenservice en hoe die persoon heet. Degene met de meeste letters goed, die wint. Wow, wat sick! Honey. Mag ik het zelf spellen? Nee. Dat be scheming. Scheming Quinten. Hij probeert altijd te schiemen. Adelro. A-D-E-L. Wacht. Ik ga voor Simon. Van Nick en Simon toch? Adijs. A-D-E-I-S. A-D-E-I-S. Adijs. Alber. Alber? Alber. Simon. Okay. Annie? Adijs. Adijs. Bij de NN Klantenservice. Goedemiddag, u spreekt met Renuka, waar kan ik u? Oh. Ja, goeiedag, u spreekt met Hendrik. Sorry, mag ik even uw naam? Renuka. Renuka? R-E. R-E. En u? En u? K-A. Oké, okay, ja. Bedankt. Dag. Zo'n losse fuck. Ja? Alber, wat doe jij? Adijs? Adijs. A-D. Renuka. Oh, wacht, ik had ook een N. Ja, dan is het 3-3. Nou, gaan we verder. Easy Toys. Dit is echt de beste kans. Goedemiddag, klantservice. U spreekt met Rafaella. Dag, Rafaella. Even kijken, klant... heb ik nou de verkeerde... Is dit... Nee, sorry, ik moest Coolblue hebben. Dat is dit niet, hè? Nee, sorry, we zijn geen Coolblue. Nee. Mijn excuses, Rafaella. Oké, heel dom, dag. Rafaella. Maar ja, dan heeft de L en de R en de E en de A. Nee. Quinten! 2-2-1-1, ronde 7. Productie. Iedereen doet aan de hand. Dan gaan we op straat iemand vragen wat dit vakantieland is. En wie erbij zit. Frankrijk. Griekenland. Spanje. Italië. Laten we even naar buiten gaan. Die tas moet die vrouw. Nee, we doen maar deze meneer. Hele goede dag meneer. Sorry dat we u storen, maar mogen we u een hele korte vraag stellen? Eén vraag. Wat is uw favoriete vakantieland? Begint even. Nou, het moet. Begint even. Nou, het moet. Wat is uw favoriete vakantieland? Begint even. Nou, het moet. Mongolië. Ja. Mongolië. Ja. Dankjewel. Okay. Wie zit dan het dichtst bij? Polu. Pol, Griekenland. Juist, Griekenland het dichtst bij? Ja. Oké. Okay. Nou. De stand is... 2. 1. 2. 2. Oeh. Volgende spelletje. Dus we moeten gewoon een kleur opnoemen. Groen. Rood. Blauw. Paars. Koude groen! Ja! Wat is dit? Het staat 2-2-2-2. Spel nummer 9. We noemen even allemaal je getal op, ja? 3. 4. 1. 5. Nee, dat is nee, tussen 1 en 3. Ja, dat is tussen 1 en 3. Niemand. Okay. Moeten we wij zijn nog over. Oké. Okay. Okay. We houden hetzelfde getal. Ja, ja, ja. Gewoon nog eens. Wij zijn nog over. Oké. Okay. Oh, nice. 3. Weer 2. Ah. Gaat kebangen, bangen. Op de grond, op de grond. Hey! Ja! Kel is sowieso een van de finalisten. Laatste ronde.
Als ik deze win, dan heb ik gewonnen. Als iemand anders ook nog wint, staat het gelijk. En dan moeten we nog een finale ronde doen. We doen alsof we oude opa's zijn, want we gaan bingo spelen. Bingo! We draaien net zo lang voordat er één cijfer exact matcht. Oké, okay, we ballen. 20. 23. 15. 31. Oh, awesome. Maar je gaat veel te snel. Wel, wel, wel. Calvin! Oh, wat een kutspel. 65. 65. De ver. Panky, 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 hi. 44. We hebben een winnaar. Echt? 23. Nee! Oh! Hey! Laat het zien, laat het zien. Michael. Jart en ik leggen allebei onze vinger op deze app. Diegene heeft de aflevering gewonnen. Ja, alsjeblieft, win Calvin. Kom op! Want anders heeft hij drie keer gewonnen van de vier. Dat betekent dat die volgende aflevering al gewoon de winnaar kan zijn. 3, 2, 1, boom. Ja! Yes! Yes! Ik ga even een beetje koesteren en dan zijn we volgende week weer terug met een nieuwe aflevering. What's good? Later. Ik ben de winnaar van aflevering 5 van Money Matties. En dat betekent dat ik de 5000 euro in de komende afleveringen moet gaan verdedigen. Want degene die als eerste 4 afleveringen heeft gewonnen, mag het geldbedrag officieel mee naar huis nemen.